En om 10 uur gaat 's morgens de winkel open. Dan komt een man binnen en die kennen die man. Die zei: goedemorgen, goedemorgen. Ik denk dat is een klant. En hij zei tegen mij: bent u Yvonne Kaspers? Ik zei ja. En hij greep mijn hand boven de toonbank. En hij hield mijn hand vast, heel stevig. En hij zei tegen mij: u heeft Jezus gezien, hè? Ik zei: wat? Ja, zegt hij, maar ik ook. Maar ik moest hierheen en ik moest dan nog een keer beamen. En hij ging weg. Ik heb die man nooit weer teruggezien. We zijn in het Twentse Delden vandaag bij Yvonne Kaspers, voormalig paragnost. Je hebt een heel bijzonder verhaal, Yvonne, en dat wil je vandaag voor het eerst ook delen met de wereld. Wat is dat verhaal? Mijn verhaal begint eigenlijk vanaf het moment dat ik 3 jaar ben. En 's nachts werd ik altijd wakker. Ik was ook altijd bang. Ik hoorde stemmen, ik hoorde geluiden. Ik voelde ook heel veel en het was altijd heel beangstigend. En ik heb geweldige ouders gehad en die kwamen elke nacht bij mij over de vloer. Deden de lamp aan, zeiden van: er is niets hier. En wat zag je dan? Alleen maar donkere mensen. Ik hoorde ook geluiden. Ik hoorde mijn stem ook de hele nacht. Yvonne, ik kon het niet eens nadoen. Heel diepe, zware geluiden. En 's morgens was ik heel moe omdat ik de nacht niet geslapen had. En dat ging jaren door. En op mijn 14e, echt tot mijn 14e, zijn mijn ouders elke nacht bij mij geweest, want ik schreeuwde echt naar hun ook. En tot mijn 14e is dat doorgegaan. En toen zei iemand om mij heen: maar Yvonne, wat jij hebt, dat is niet normaal. En ik dacht dat iedereen dat had, omdat dat ik daar ook niet over kon praten. Ik denk dat hebben alle mensen. En toen bleek dat ik dus, dat ik voor mijn gevoel op dat moment de enigste was. Ja. Niet de enige, maar echt de enigste. En toen ben ik in de horeca terechtgekomen. Mijn vak is kok. En ik heb heel lang in de horeca gewerkt, tot mijn 20e. Ik heb in Amsterdam gewerkt, in Leiden. Ik ben souschef geweest, chefkok, chef de patie. Zelf een restaurant gehad in Oldenzaal. En uiteindelijk, 22 jaar geleden, dacht ik van: ja, ik moet iets anders met mijn leven. En toen ben ik begonnen met levenscoach. En daarbij, het gevoel wat ik had van: ik wil graag mensen helpen. En dat was mijn doel eigenlijk. Maar ik was altijd zoekende. En toen ben ik gaan zoeken. Ja, wat doet een levenscoach? Ja, mensen helpen. En toen dacht ik van: nou, oké, mensen helpen ga ik doen. Ja. Dus ik ben gaan zoeken op internet. Tarotkaarten, allerlei spirituele kaarten. Wat is nog meer interessant? Dus uiteindelijk dook ik in de spirituele wereld, paranormale wereld. Omdat ik altijd aan het zoeken was. En ik kon het niet vinden. En ik had ook, zelfs in die wereld, had ik heel vaak: ja, maar dit is het niet. Hoe kan het dan dat ik de dingen voel, dat ik de dingen ruik, dat ik ze proef, dat ik ook als iets negatiefs bij mij was, dan draaide mijn maag om. Dat heb ik nog steeds, maar dan op een andere manier. En wat rook en proef je dan? Hele vieze geuren. Hele vieze geuren. En ik kreeg ook een hele bittere smaak in mijn mond. En ook een soort walging in mijn lichaam. Zodat, het voelde gewoon slecht. En dat herkende ik ook van vroeger, toen ik nog jong was. Dus ik heb in de horeca terechtgekomen daarvoor. Toen dus aan het zoeken geweest, om even weer de dingen op de rij te zetten. En ik had zelfs een boek aangelegd, een map van wat is allemaal interessant. Ik vond de stenen interessant, ik vond Boeddha's interessant. Ik heb een winkel gehad, 3 keer over. En ja, Mariabeelden, engelenbeelden, je kunt niet bedenken. Ja, wat heeft een spirituele winkel allemaal? En dat had ik ook. En ik heb zelfs de Reiki-cursus gedaan. Ik was Reiki-master. Wat houdt het precies in? Ja, hoe je met energie omging. En ik vond het heel interessant. Ik denk, ja, dat is wel iets wat ik wel voel en wat ik wel weet. Maar ik heb altijd gevoeld dat er iets niet klopte. Ik was echt altijd op zoek. En toen ik daarmee begon, en dit is dan wat ik nu vertel, 20 jaar geleden, was ik net mee begonnen. Toen was op een zondagochtend en ik lag in bed en ik keek zo door het raam. En toen
toen dacht ik, en ik deed verder helemaal niks met geloof, met God dan, of met Jezus. Maar toen dacht ik van, nou God, dat heeft u echt mooi geschapen. En op één keer, ik krijg me helemaal kippenvel, liet Jezus zich zien bij mij. Torso, het bovenste gedeelte, vlijmscherp voor mij. Hmm. En ik keek ernaar, en ik keek ook in zijn ogen. Het was stil, ik hoorde niks. En ja, dan, vroeger had ik zo van, in die periode, als ik iets negatiefs langs mij heen zag gaan, dan ging het snel, maar Jezus bleef staan. Hij bleef al een kwartier daar, he, dat, voor mij bleef dat staan. In je geestesoog, soort van? Nee, zoals ik jou aankijk. Oké. Okay. Zoals ik jou aankijk, maar het was zwart-wit. Het was echt, als je zo'n foto hebt van vroeger nog, dan heb je dat zwart-witte en... En wat was tot dan toe jouw associatie met Jezus? Verder niks. Ik kende hem niet. Voor mij was het een hele andere wereld. Maar ik vond het heel mooi dat hij daar zat. Of dat ik hem daar zag. En het was ook echt helemaal niet contact of dat ik wat hoorde. Helemaal niets. En na 2-3 dagen dacht ik van, nou, Yvonne... Je hebt Jezus echt niet gezien. Dat heb jij in je hoofd gehad, dat heb je zelf bedacht. En de week ging voorbij en het was weer een zondag. En het was exact hetzelfde. Ik lag in bed, ik keek uit het raam. En toen dacht ik, volgens mij heb ik vorige week Jezus gezien. En op dat moment, pats, hij was er weer. Mm. En hij zei tegen mij, ik hoor het in mijn hoofd. Hij zei tegen mij, Yvonne... Ik ben teruggekomen omdat jij mij niet geloofde. Nou, toen ik moet nu bijna huilen. Het was zo intens, zo liefdevol. En ik deed er niks mee. Hmm. Maandag ochtends. Waarom deed je er niks mee? Ik kon er niks mee. Dus net als ik jou nu zo aankijk in jouw ogen, dat had ik met Jezus ook. En ja, je gaat weg straks, ja, dat, dan gaat ons leven verder. En dat had ik ook met Jezus. En ik had wel heel erg veel verdriet. En dat was zondags en maandags was mijn winkel dicht. En dinsdags, ik stond... achter de toonbank in mijn winkel. En om 10 uur gaat 's morgens de winkel open. Dan komt een man binnen en ik kende die man. Die zei, goedemorgen, goedemorgen. Ik denk, dat is een klant. En hij zei tegen mij, bent u Yvonne Kaspers? Ik zei, ja. En hij greep mijn hand boven de toonbank. En hij hield mijn hand vast, heel stevig. En hij zei tegen mij, u heeft Jezus gezien, hè? Ik zei, wat? Ja, zegt hij, maar ik ook. Maar ik moest hierheen en ik moest dan nog een keer beamen. En hij ging weg. Ik heb die man nooit weer teruggezien. Zo. Ja, we hadden altijd weer ook een klik met elkaar. En, maar ik had er nog niks mee. Ik vond het wel mooi en ja, en maar je leven gaat verder. En ik ben met het paranormale spirituele bezig. En kort daarna... komt een dame bij mij in de winkel en die woont aan de overkant bij mij. En die komt bij mij en ze geeft mij een rode roos. En het was Valentijnsdag. En ze zegt tegen mij, Jezus wens jou een hele fijne Valentijnsdag en Jezus houdt van jou. Hm. En ik had zo van, nou mooi prachtig toch. Ik ga van knuffel, ik werd wel aangeraakt, maar ik kon er ook niks mee. En, maar ik werd wel steeds meer aangeraakt en ik weet ook nu dat God en Jezus mijn hele leven gevolgd hebben. Dat, eigenlijk is dat altijd in mijn leven geweest. Ja. En voordat ik dus die 14 jaar daarvoor, zeg maar, of die 11 jaar daarvoor, ik heb eigenlijk mijn hele leven een hele eenzame strijd gehad. Omdat ik altijd zoekende was. Ja. En vooral in die periode dat ik zo angstig was, omdat mij niemand kon helpen. En toen is mijn leven doorgegaan en... uiteindelijk ben ik ook gestopt met de winkel. Ik was dus ook, ondertussen was ik bezig met mijn levenscoachverhaal.
Ja. Maar daar had ik een beetje meer uitgebreid. Maar uiteindelijk is het geworden van... ik noemde mij medium. Ja. Helderziende waarnemingen deed ik. Ik deed reiki-cursussen. Ik deed pendelcursussen. Ik zat volop in de paranormale wereld. En ik dacht dat dat goed was. Maar ik wist ook dat een ander gedeelte was die mij ook altijd achtervolgde. Ja. Zelfs in de horeca, als ik stond te koken. Dat ik soms hele rare dingen meemaakte. Dat ik echt dacht van, ja, je bent zelfs hier nog overdag. Wat maakte je mee? Dat ik mij brandde op een bepaalde manier of sneed. Dat ik dacht, dat kan helemaal niet. Dat ik een bepaalde handeling deed. Dat kan niet, want dat ben ik niet. En ik voelde ook heel vaak, had ik vroeger ook iets door mij heen gaan. En dan deed ik een handeling, terwijl ik niet was. Geen controle over je eigen lichaam? Nee. Nee, dat heb ik heel mijn leven gehad, niet altijd. Maar dus wel mijn hele leven was het aanwezig. Maar toen geef mij dus het paranormale gebeuren. En ik zat er echt volop in. En was ik daar gelukkig? Jawel. Maar niet echt. Ik ben altijd in die wereld zoekende geweest. Ik deed zelfs contact met overledenen. Zo. Dat mensen bij mij kwamen. En ik weet nu ook dat Satan door mij heen werkte. Dat ik zijn stem hoorde. Ik hoorde vroeger ook de stem... Dat hij tegen mij zei, ik had een kop thee ingeschonken en iemand zat tegenover mij. En dan hoorde ik in mijn hoofd, gooi die thee maar in het gezicht bij die persoon. En dat iets in mij zei, ja dat ga je niet doen, want dat is niet Yvonne. En ik heb die stem heel veel gehoord in mijn leven, heel heel veel. Ja. En ik vond het ook echt heel vaak walgelijk zelfs. Maar toen gegeven moment, toen ben ik... Ja, toen was ik dus met mijn spirituele paranormale bezig. En een paar jaar geleden kreeg ik een cliënt in mijn praktijk. En ik kende haar niet. En zij ging zitten en ik deed dus een consult met haar. En de consult was afgelopen. En toen draaide ze zich om en ze zei tegen mij... Maar jij hebt dit en dit. Ik zei, ja, hallo. Ik zei, we zitten hier voor jou en niet voor mij. Maar ik had 1000 vragen en zij begon mij die vragen te beantwoorden. En toen zegt ze, heb je nog meer vragen? Ik zei, ja, ik heb nog meer vragen. En dat heeft ongeveer nog een half uurtje geduurd. En toen ging ze weg. Ik zei, maar ik wil wel het telefoonnummer van jou. Ik zei, ik moet contact met jou blijven houden. Dat zei mijn gevoel heel sterk. En was dat een christen? Zij was christen en dat wist ik niet. Ze had zich een half jaar daarvoor had zij zich laten dopen. Dus ik denk dat God haar ook op mijn pad heeft gezet. Dat denk ik niet, dat vind ik wel zeker. Ja, het was al de vierde of de zoveelste teken van God eigenlijk. Ja, maar echt tekenen van God. En toen gegeven moment, toen had ik aan de telefoon. En toen zei ik tegen haar, ja, zegt ze, heb jij nog iets wat jij kwijt wil? En toen zei ik van, ja, ik ben eigenlijk heel erg boos. En ik wil van die boosheid af. En toen zei ze, daar kunnen wij wat mee. Ik denk, nou, dat is mooi. Dan ben ik van die boosheid af. Waar was je boos over? Iemand had mij financieel tekort gedaan, zeg ik het netjes. En toen zei ze van, nou, dan kunnen we bellen. En dan bel ik nog iemand. En ik wist nog steeds niet dat zij christen was. En toen had ik nog een dame aan de telefoon. En toen zei ze, mag je me napraten? En het was dus vergeving. Ik moest die persoon vergeven. En toen zei, maar ik ga haar niet vergeven. Zij heeft mij wat aangedaan. Maar toen leerde ze me ook, of ze vertelde mij van waarom dat zo belangrijk is. Ja. En binnen 2 minuten was ik niet meer boos. En toen zei ik aan de telefoon, ik wil nu nog meer weten. Nou, en toen een gegeven moment hebben ze mij dingen verteld, meer dingen verteld. En toen vertelde ze ook, en ondertussen wist ik dat ze alle twee christen waren. En dat zij vroeger moslim was en nu christen. Ja. En toen zijn ze bij mij thuis geweest, hebben mij een verhaal verteld. En toen zei ik ook van, maar jullie hebben zoveel vragen van mij beantwoord. Ik wil nu alles weten hierover. En toen begonnen ze, dat hadden ze al eerder gedaan, over God en Jezus. Ik zei, maar ik wil meer. Vertel mij, meer. En toen zei ze van, ja, koop een Bijbel. Een Bijbel, wat moet ik met een Bijbel, weet je. En ze hebben me heel langzamerhand hebben ze mij geïntroduceerd in het christelijke leven. En dat was mijn mooiste tijd, ja nu nog ook wel, maar dat was mijn mooiste
tijd vanaf dat moment in mijn leven. Ja. Dat mijn vragen werden beantwoord. En dat ik ook zei, God, hier ben ik. Neem mij. En dat ik het paranormale achter mij kon laten. Want later begreep ik ook dat, en ik weet ook dat Jezus mij altijd ook gevolgd is. En God natuurlijk ook. Maar dat in mijn leven, in die 22 jaar, dat ik dus 19 jaar paragnost ben geweest. Of medium. Dat God mij wel heeft geholpen en ook mij beschermd heeft in die periode. Maar dat wat ik doorkreeg, dat ik echt moest vechten, dat wegging. Het moest voor mij goed zijn. En dat is het niet altijd geweest in die periode. Soms kwamen dingen uit. En dat was dan in mijn tijd toen. En dat was met 2 weken was het weer weg. Hmm. En ik deed ook Reiki. En dan hielp het even en dan was het weer weg. Het bleef niet. Het bleef niet. En daar was ik echt niet blij mee. En die groep waar ik dus, of die mensen die ik heb leren kennen, die vertelden mij ook van, ja, wat zou je ervan vinden om het te laten dopen? Ja. En ik zei, dan wil ik alles weten wat een doop inhoudt. Ze hebben me alles verteld. En toen zei ik van, nou, volgend jaar wel. Binnen 2 weken was ik gedoopt. Kijk. Ja. En het ging zonder slag of stoot? Geen geestelijke strijd? Ja, ik heb gigantische strijd gehad. Ik heb echt, wat ik daarvoor ook had, 's nachts die aanvallen. Voor mij liet dopen waren die aanvallen nog sterker. En ook vlak voor mijn doop hoorde ik nog meer stemmen. En ook echt de grofste woorden hoorde ik ook echt in mijn hoofd. En ik ben ook gevallen in huis een paar keer. Ik viel ook tegen deuren aan. Ik was ongecontroleerd. Ging mijn lichaam tekeer, maar ik wist echt niet wat ik ermee moest. En toen heb ik op een moment, dacht ik ook, ik had een moment dat ik dacht van, ik laat me niet meer dopen en ik ben er wel klaar mee. Oh. Als het zo moet, dan laat ik mij niet dopen. En ik heb dat inderdaad ook verteld aan de mensen om mij heen die christen waren. En wat ik toen nog niet wist. En zij zeiden tegen mij, we gaan je helpen, we gaan bidden voor je. En ze hebben voor mij gebeden en toen werd de aanval minder. Maar zelfs een moment, toen het badwater volliep. Ja. En ik was boven bij mijn bad. En ik stond daarvoor geknield. Want ik was ook helemaal, hoe moet ik het zeggen? Ja, ik kon er niet bij dat ik gedoopt zou worden. Ik vond het helemaal zo bijzonder, zo mooi. En toen hoorde ik ook heel hard een stem door mij heen gaan. Ik ga de woorden niet noemen, maar met de grofste woorden die je maar kunt bedenken. En een van de andere christenen kwam later ook boven en zij hoorde het ook. Zo. Zij hoorde in haar hoofd, oh nee toch, die ook nog, of zij ook nog, zo is op die manier. En daarvoor had ik ook van allerlei dingen gehoord. Zo. Ja, maar ik was niet meer bang op dat moment. Ik ben echt gaan staan, ik heb mijn handen wijd gedaan. Ik denk, het kan alleen maar beter worden. Want hoe ik me de laatste weken heb gevoeld. Ja, later iets langer geweest zijn, 3 weken, maar hoe ik mij de laatste weken heb gevoeld, ik heb mij nog nooit zo goed gevoeld. Toen begon eigenlijk het echte werk. Oh. Ik had nog mijn website. Medium, Paragnost. Ja. Er stond van alles nog op in mijn wereld, in mijn oude wereld. Ja. En toen dacht ik, ja, maar dat kan ook niet meer. Dus ik heb mijn webdesigner gebeld, ik heb mensen om mij heen gevraagd. En die hebben mij geholpen met teksten. Wat moet ik nu doen? En dus ik heb alles omgezet. Ja, voor God. Maar dat heb ik echt gedaan. Voor God en voor Jezus. Maar ook voor mij. Dat ik mijn werk op een andere manier kon doen. Ja. En toen gebeurde het. Ik was mensen aan het behandelen. Geen reiki meer. Nee, handoplegging. Dus ik heb een aantal mensen mogen genezen. En die zijn nog steeds genezen. Oh, en hoe deed je dat dan? Wel via Jezus? Of? Ja, ja, ja. Ja, dat was echt, dat zat wel een stukje tussen nog. Ik denk dat in januari is mijn 2020 is mijn complete website veranderd. Dus dacht ik, ik moet hier ook alles veranderen. Maar de gave die ik van God heb gekregen is sterker geworden. En de stem wat ik in mijn hoofd heb is liefdevol, rustig, veel stiller. En mensen vragen me wel eens, Yvonne, wat je nog wel eens aangevallen? Jazeker. Maar ik kan me nu weren.
Ik zit onder de vleugels van God. En Jezus staat achter mij. Ja. En wat ik ook geleerd heb, wat ze mij verteld hebben, dat ik nu de Heilige Geest in mij heb. En dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is de drie-eenheid. En dat dat heel sterk is. En dat waren antwoorden voor mij, ja, die ik mijn hele leven gezocht heb. En ja, ik voel me ook echt bevrijd. En als ik mensen nu help met gesprekken, ik voel ook dat de Heilige Geest door mij heen praat. Ja. Dat hij door mij heen spreekt en dat dat puur de waarheid is. Ik hoef niet meer alert te zijn. Is het nu goed? Ruik ik nog wat? Heb ik nog negatieve geuren bij mij? Heb ik nog die walging bij mij? Is weg, control al delete. Het is weg. Ja. En hoe reageren de mensen die je daarvoor coachte, hoe reageren die op die verandering van jou? Ik heb op mijn website staat heel basis. En dat heb ik ook bewust gedaan. Want eigenlijk, ja, ik heb ook met mijn, ik zit in een groep met dames en ook heren natuurlijk, een bijbelgroep. En ze hebben ook gezegd, en een van die dames zei ook heel duidelijk, Yvonne, blijf undercover. Want juist doordat ik mensen, ja, straks weten natuurlijk heel veel mensen, maar dat mensen niet weten dat ik christen ben, dat ja, ik heb al heel wat mensen mogen dopen en tot het geloof mogen brengen, doordat ik gewoon mijn ding doe en ik weet ook dat Jezus door mij heen gaat en dat mensen dat voelen. Ja. En zeggen ook tegen mij, je bent veranderd, Yvonne. Maar wat mooi, hoe doe jij dit? Dat heb ik echt meegemaakt. Stel ze zelf vragen en dan kun je erover beginnen. Ja, dan zeg ik van, ja, Jezus en God is in mijn leven. Ja. En dat ze zeggen van, ja, dat vind ik interessant. En ik praat verder niet echt over mijn geloof, maar ik voel wel of het kan, ja of nee. Ja. Of ik over mijn geloof kan praten. Jij gebruikte ook tarotkaarten bij medium werkzaamheden als prognost ook. Maar nu gebruik je een heel ander soort kaarten. Kun je uitleggen wat je nu doet? Klopt. Ik was dus gestopt met het hele paranormale gebeuren. En ik had alles weggedaan. En ik zat op een gegeven moment in mijn praktijk. En toen zei ik tegen God, maar ik heb geen kaarten. Ik wil graag mooie kaarten, mooie bijbelkaarten, mooie bijbelteksten. Want ik wil weer kaart gaan leggen of dat mensen een kaartje kunnen trekken. Ik vind dat zo leuk. En toen, ik hoorde echt de Bijbel. En toen dacht ik, ja, de Bijbel heeft 60.000 versen volgens mij. Ik denk, ja, daar kan ik wel wat mee doen. En ik heb vroeger ook geschilderd. En ik ben begonnen met schilderen. En ik schilderde iets en ik zet mijn camera erop en ik haal de mooiste stukjes eruit. En het is heel simpel begonnen. En ik ben bijbelteksten heb ik overgetypt, netjes. En die heb ik in een klein blokje gezet op de kaart. En heel langzamerhand, ik ben daar anderhalf jaar mee bezig geweest, zijn het 7 setjes geworden. Nee, 6 setjes. Het worden nog 7, maar het zijn 6 setjes. En ik heb alles laten drukken bij de drukker. En het zijn dit soort setjes. Dat is ook iets wat ik zelf geschilderd heb. Dus. Mag ik eens eentje uit? Ja, dat mag. Dat doe ik natuurlijk wel zo, anders kun je het zien, hè? Ja, dus dan trekt iemand die bij jou komt, die trekt zo'n kaartje eruit. Ja. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. En dat is Galaten 5 vers 22. Amen toch? Ik heb meerdere soorten. Dit zijn bemoedigende kaarten. Ik heb troostkaarten, kaarten voor het huwelijk. En vreugde en blijdschap. Ik heb dus 6 verschillende onderwerpen heb ik. En die heb ik precies aangepast in verschillende setjes met verschillende kleuren. Ja, en hoe reageren mensen daarop? Ja, goed. Leuk. Ik gebruik ze zelfs bij mensen die niet gelovig zijn. En dan zet ik het om in hun taal. Ja. In het gewone taal. En ze vinden het leuk. Zelfs deze gebruik ik tegenwoordig vaker. En ik heb ook een webwinkel waar mensen naartoe kunnen. Oh, kijk. Wat is de website? Het is www.godlovesallpeople.com. Kijk. Ja. Ik heb ook een... En daar kunnen de kaarten, 2 soorten, kunnen ze verkocht worden. 2 prijsklasses. Ja. En ik heb ook nog een YouTube-kanaal, God Loves All People. Kijk. En daar ben ik net mee begonnen met vlogjes. De kracht wat ik nu in mij heb, is zo puur. En de donkere kant, dus de kant van Satan,
is voor mij is het nu zo vlijmscherp dat ik... hij hoeft maar op afstand te komen, dan voel ik hem al aankomen. Wanneer is dat? Kun je een voorbeeld van geven? Deze week ben ik dus een paar keer aangevallen omdat ik deze opname vandaag doe. En ik voelde het in mijn lichaam, ik werd onrustig. Ik voelde mij negatief heel even. Het eerste wat ik gedaan heb, we hebben een Bijbel-app. Het eerste wat ik gedaan heb, jongens, bid voor mij nu. Ik heb aanval. En 10 minuutjes, het was weg. Ik voelde me weer goed. Ik ben nu alert. En ik kan nu mensen vragen. Ik ben zelf ook gaan bidden. Maar ik kan ook nu mensen vragen. En er wordt voor mij gebeden. Ja. Ja, hoe mooi kun je het hebben, hè? Ja. Dus het afscheid van het paranormale was voor mij echt... die boot ging de zee op met een gigantische wind achter de zeilen. En die werd steeds kleiner en kleiner. En ik heb niet eens gezwaaid. Ik was alleen maar blij. Weg ermee. En ik weet ook dat ook heel veel mensen die zich paragnos noemen, medium noemen... of wat dan ook, dat daar Jezus en God doorheen gaat. Maar zij weten het niet. Als ik het al niet wist, dan kunnen ook andere mensen... Ik ben niet de enige van de wereld, dus er kunnen ook andere mensen zijn die dat ook niet weten. Nee. Maar ook niet weten precies van hoe komt het nou dat ik aanval heb? Waar moet ik het nu zoeken? Ja, zie je dat ook als jouw missie om dat nu bekend te maken of op de manier zoals je dat nu doet verder te gaan? Nou, ik heb er nog een beetje moeite mee. Ja, dat klinkt heel raar. Maar ik heb een aantal mensen natuurlijk ook verloren. Ik heb een hele goede vriendin verloren. Doordat je christen bent geworden? Ja. Ik heb haar vergeven. En ik hou nog steeds van haar. En ik heb nog iemand verloren. En misschien wel meer mensen. Maar ik weet wel dat... dat het goed is. Dat het goed is. En dat... het ligt niet aan mij. En die mensen die ik... Ik heb zoveel teruggekregen. Ik heb nu God in mijn leven. En Jezus in mijn leven. En dat ik... Ik heb al zoveel mensen nou mogen dopen. Ik heb zelfs een antichrist mogen dopen. Oh. Ja. En ik was met haar aan het praten. En ze zei ook van... Yvonne, wat bijzonder wat jij nu hebt. Wat heb jij gedaan? En vertelde. Ja, ze zei... Wow, dit wil ik ook. En ik had gisteravond waren bij elkaar om het seizoen af te sluiten. Om vakantie te vieren. En er waren 3 dames van mij aanwezig. Cliënten van mij die ik gedoopt heb. En ik heb nog veel meer mensen gedoopt die in onze groep zitten. Ja. En ik ben zo dankbaar. Ik ben God zo dankbaar. En dat ik ook zo'n gigantisch goede vriend heb. Jezus. Ja, dus, maar ik weet wel dat... Ja, het was voor mij een soort redding in mijn leven. Ja. 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 En die zware tijd ligt achter mij. Wauw. Ik kan alleen maar groeien nu. Dus mijn gaven zijn sterker geworden. Mijn handoplegging is sterker geworden. Ja. Je hebt dus nog steeds een bepaalde gevoeligheid voor het geestelijke. En die komt nu vanuit de kracht van de Heilige Geest. 100%. Ja. 100%. Ja. Ja. En soms... Spreek ik op één keer dingen uit en dat ik denk van wow, want dan hoor ik het zo mild en dan weet ik dat het goed is, dat ik het mag zeggen. Ja, ja en ik vind het inderdaad wat jij net zei, of wat jij zei, heb je er moeite mee, hè? Of is het moeite voor jou, moeilijk voor jou om over te spreken dat je christen bent? Ja, ik wil het eigenlijk de hele wereld vertellen, maar ik wil niet meer mensen verliezen. Maar ik weet nu ook, als het moet, dan moet het. Maar ik heb zoveel mensen teruggekregen. Zoveel christenen teruggekregen. En ik heb nog steeds contact met mensen die met boeddha's dingen doen, met stenen dingen doen. Ja, ik praat met het hart van de mensen en niet met wat ze doen. Want ik hou van de mens en daar gaat het mij om. Nou, Yvonne, heel erg bedankt dat je dit verhaal ook met ons wilde delen en met ons publiek. En ik denk dat het zeker tot zegen zal zijn. Ja, heel graag gedaan. Heel graag gedaan. En vond u dit een leuke video? Vergeet dan niet te liken en subscriben. Of word lid van 7 Vandaag Premium. Alvast bedankt.